Ja, we hebben hier een paar alternatieven gezien voor de bekende ankal- en limkal. Kalksoorten die iedereen wel kent. We hebben gefocust vandaag op kalken met 0% magnesium erin. Omdat daar toch vaak de meeste behoefte aan is. We hebben de limkal, nogmaals ook 0 magnesium. De bekende soort, een mooi fijn product, goed beschikbaar. Maar toch de laatste jaren hebben we gezien dat er toch wel wat logistieke uitdagingen zijn om die op tijd op zijn plek te krijgen. Dus hebben we gezocht naar alternatieve soorten. Bijvoorbeeld de vetkal 0 die we daar nu voor hebben. Een fijn product. Hij lijkt wat korreliger, maar het bijzondere is toch dat hij heel fijn aan elkaar valt. Heel goed strooit en ook goed beschikbaar is in Noord-Nederland voor een goede werking en een snelle levering. En daarnaast hebben we eigenlijk een heel ander product. Dat is de Slow Release, noemen we die. Het is een beetje een zanderig, grijs product. Die werkt wat langzamer dan de bekende kalksoorten. En daarom uitermate geschikt voor in het najaar. Dan heb je ook de tijd om die kalk zijn werk te laten doen en de pH te laten stijgen. Hij is heel mooi zanderig van structuur, strooit prachtig. Maar nogmaals, hij werkt dus wat langzamer. Maar in het najaar is dat zeker geen nadeel.